Hallo beste mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft, aflevering 103 alweer. En zoals ik vorige keer al beloofde jullie plechtig en weldra gaan wij het spookhuis bezoeken. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst even een rondje lopen door het park. En misschien kom ik wel hele leuke dingen tegen. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Dag meneer, wat een prachtige dag hier in Disneycraft. Jazeker. Het zonnetje schijnt inderdaad. Ja, zeker weten. En wat heeft u allemaal bezocht vandaag als attractie? Ja, heel veel. De Stone Slider, Indiana Jones, Space Mountain. Oh, gaaf zeg. Nou, ik vind het fantastisch. En, alleen de bank is een beetje slecht van kwaliteit. Ja, de bank is slecht? Oké, nou we gaan... Ik zal ernaar kijken meneer, maar ik wens u al een hele fijne dag. Ja, ik u ook. Tot ziens, dag. Zo, ik ga weer doorlopen. Dit is inderdaad Indiana Jones, een vernieuwde attractie, vroeger de Tarzan. Maar was echt een hopeloze attractie, want het was namelijk helemaal in de Jungle Book. Nee, in de junglebomen verstopt eigenlijk. Je zag niet eens de Bana's lopen. En dit is nou overzichtelijk plein geworden. Ik heb eigenlijk best wel dorst van al dat praten tegen jullie. Kijk nou. Nou, toevallig loop ik tegen een bar aan. Dag mevrouw. Hi. Hallo. Even kijken, wat zullen we bestellen? Heeft u toevallig ook apenfruit? Helaas niet. God shit. Dus de meloen met honing, die kan ik wel op mijn buik schrijven, denk ik. Ja. Oké, heeft u toevallig ook... Nou, donutfriet, daar zit zeker wel wat zout op natuurlijk, hè, de donutfriet. Ja. Daar krijg ik wel weer dorst van. Een slangappel, daar ben ik niet zo gek van. Tijgertaart... ook niet zo. Nou, dan blijft er één ding over. Hè. Ik hoop berenfruit. Heb je berenfruit met sap? Nee, die is op. Ja, meneer, voor uw beurt. Wacht, je ziet dat ik bezig ben. Dus het is toch allemaal op. Meneer, van de bank? Ja? Kom eens even mee, ik heb een probleem. Oh, deze mevrouw in mannenkleding... Die verkoopt dingen die ze niet heeft. Nou, dat vind ik wel een beetje matig. Ja, en als dit regelmatig gebeurt, vind ik het ook wel een beetje matig. Wat gaan we daaraan doen? Ik weet iets, wacht. Verkoopster, komt u eens even mee met mij. Kom eens even mee. We gaan wat leuks doen. We gaan een ritje doen in een hele bijzondere attractie. En die attractie is goed voor uw lot, uw eindbestemming. Oh jeetje. Ja, kom mee. We gaan er naartoe, ja? Ja. Bent u al eens vaker geweest in het park? Een paar keer. Een paar keer, oké. Oh, hallo meneer. Ja, daar ga ik niet in hoor. Ik weet niet wat dit hier is, maar dat is... daar ga ik niet in. Ga jullie maar. Oké, okay. Nee, Sandra, kom maar mee. Die vindt dat wel gezellig, zo'n attractie. Kom je mee, Sandra? Kom. Ja. We gaan het spookhuis binnen. Ik ben hier ook nog niet in geweest. Yes. Het spookhuis. Durf je het, Sandra? Ik zou het niet doen, Sandra. Ik zou het wel niet doen. Ik laat wel even de attractie gedicht, want anders hebben we heel veel mensen die komen. Kom, loop maar. Ik sta naast je. Ja, kom maar. We gaan even uitlopen. En een lange attractie, lange rij... Kom je er niet doorheen? Je bent er niet zo dik. Ja, zeker, dat valt wel mee. Die schuift natuurlijk tegen die zijkant van die hekjes aan. Ik snap het. Sorry, excuus. Excuus voor dit akkefietje. Hallo. Ik dacht dat u niet zou komen, meneer. Over wat heb je nu? Oké, nou, kom mee, Sandra. Oh jee. Ik vind het er wel heel creepy uitzien. We moeten hier echt doorheen hier. Oh. Het klinkt echt heel creepy. Niet langs. Ja, het moet. Excuus. Komt u maar. Oh my god. Vindt het creepy? Ja. Beetje pittig. Ah, al dat stof in mijn ogen. Oké, we lopen hier. Lopen we naar boven toe. En we komen naar u.
Kijk of ik laat de dingen even als eerst. Gaat u mij als eerst? Holy Sandra. Shit. Waarheen? Daar. Ja, maar ik durf niet. Kom maar. Ga maar. Kom maar, Sandra. Oké. Zie je beeld ook heel spacer nu, Sandra? Dat is een bordje. Yeah. En heel erg ingezoomd of niet? Mwah. Is het donker of niet? Want dan moet even terug. Dan is het niet gewerkt bij jou nog. Wacht even. Je moet daar even op die pleet staan. Kijk, zo gaan eens weg. Hier zo. Ik tp je even, anders heeft geen effect. Op die pleet staan daar. Onder je, daar, achter je. Hier zo. Ja? Daar. Nee, daar. Nee, daar is een pleet. Dit is een pleet. Dat is bloed. Daar is pleet. Daar. Ga er overheen, over dit. Hier. Ja, goed zo. Goed zo. En is het nou donkerder geworden? Ja. Je hebt talent, ik hoor het nu al. Kom. Bordje overgeslagen en zo. Ik ben benieuwd of hier uitkomt, Sandra. Waarschijnlijk niet. Je kan amper iets zien. Wat is dit voor plek? Oh. Oh my god. Creepy. Ik zie niet waar ik heen loop. De hel. Waar ben je? Ergens. Creepy. Ja, oh. Kom maar. Vind je het eng? Oh! Pittig. Pittig eng. Ik zie ook helemaal niks zo. Nou, ook. Echt nee, heel is donker. Fijn. Van die shaders mod is het echt heel donker. Ja. Ik volg gewoon Koen Smeets. Api weet het zo. En waar is. Ik ben Sandra kwijt. Ik zie je, ik zie je. Hallo. Ja? Oké, okay, kom. Ja. Oh. Oh. Oh, oh, hallo. Ik hoor eng geluiden. Ik ook, ik ben bang. Mijn handje maar vast. Oké, okay, waar wil je heen, Sandra? Oh, wacht, hier zie ik gewoon zwart. Veel. Het is gewoon echt zwart. Doe die shaders mod. Oh, dat zie ik zijn. Ik moet even mijn shaders mod uitzetten, jongens, want het is echt. Ik zie echt helemaal niks. Ja, die shaders mod maakt gewoon donker. Kijk, nu zien we wel wat. Sandra, waar ben je? Hier. Waar is de uitgang? Oh. Ik weet de uitgang zelf niet eens meer. Oh, hier. Quack. Hier denk ik. Of, huh? Hier. Nee, quack. Quack? Hier. Oh, quack. Hier. Oh, hier zo. Dat is een geheim deurtje. Oh, creepy hoofden. Wat? Ik zie echt nooit binnen. Quack. Hoe kom ik daarin? Oh, je moet daar lopen. Oh, apart, joh. Ik heb dat eigenlijk ook niet echt gezien. Dit is ook nieuw gebouwd, dit. Had Sandra het nog? Sandra, waar ben je? Die is dood. Oh, daar ben je. Ja. Daar komt het, daar komt het. Daar komt het. Dat is echt heel apart spookhuis, dit. Oh, met zo'n... Oh, je ziet niet waar je loopt, joh. Gaaf dat dat hier ook is gedaan, joh. Oh, ja. Kijk wat Sandra hiervan bakt. Oh, niet veel. Oh, yes. Ah, daar komt ze, daar komt ze. Sandra! Gaat het lukken? Ik kom niet verder. Ja, je moet een beetje in de weer gaan. Ja, zie je het? Ja, je komt iets verder. Ja, bijna. Zoek een dolhofje. Terug. Ja, hier. Deze kant. Ja. Ja. Voren. Ja. Yeah. En hier is het spookhuis. Oh, staat er een karretje klaar. Kom je? Oh, is het vol. Jammer jongens, dit. Jammer. Wacht, jammer dit, Kenzo. Jammer. Ja. Ik heb toevallig jammer. Nog een kaart. Dat is plek. Ja, nee, ik wacht met Sandra. Wil ik samen. Sandra, kom. Hier, druk rechts op dat karretje hier. Op het eerste ding. Oh, ja, jammer te laat. Nu heb ik een mooie view. Nou ja, goed. Veel plezier, Sandra. Oh, god. Hoor je dat geluid, joh? Oh my god. Oh shit. Oh, wat hard dat geluid, joh. Oh shit. Kom een zwevend zwaard hier. Zo. Oh my god. Prachtig. Dat is een mooi geluid, joh. Dat geluid. Ik weet niet wat dat is, joh. Oh, prachtig, ja. Ja, mooi. Oh jee,
spiegel. Ik hou niet van. Nee? Kijk rechts dan. Oh my god. Zo creepy. Oh, het is een Rovi. Oh shit. Ik weet niet wie er op het toilet zit, maar Zo'n geluid, joh. Dat is creepy, heb ik nooit gehoord, joh. Niet? Nee, ik heb hier eigenlijk nooit haast ingezet. We waren met Disneycraft bezig. Waar we eigenlijk meer aan bouwen dan in attracties zetten. Dus het is eigenlijk voor mij heerlijk ontspannen dit. Gewoon even in. Oh, oh my god. Fantastische geluiden ook. Oh, we komen in het oerwoud. Jammer dat die deuren daar niet werken, dat die openknappen. Dan moet je even een detector als je wil, Dennis. Wat moet ik? Een detector bij die deuren neerzetten, dat die deuren open en dicht gaan. Oké, ik weet zwart. Bij het begin van deze scène, van het bos, moet ik teruggaan. Hoor ik. Weet je wat ik bedoel? Nee, weet je wat ik bedoel. Dat tool af, hè? Dus... Ja, nee, je moet terug. Bij de eerste scène waar we net zaten. Oké. Okay. Ik doe het anders zelf wel daar. Oh, ik die hoofd in. Hoe vind je dit dolfje? Creepy. Oh, is het... Oh. Is dat voor mijn beeld hoofd die hier zweeft? Oh shit! Er komt wel wat voor mijn beeld, joh! Voorbij. Bijna. Nailed it. Nou, het vuurt ermee, Sandra. Ja. Yeah. Oh! Zie je het hoofd? Ja, ik zie het hoofd. Creepy hoofd hier. Oh. Laat me niet alleen. Oh, de attractie wordt niet gestart helaas. Dus dan komen de twee karren in elkaar. Dat is niet zo nice. Nee, dat is niet zo nice. Oh, gaan die karren in elkaar? Ja, die gaan al in elkaar natuurlijk, ja. Ik sloop ze wel even. Is goed. Nou ja, als je wil kan je wel bedienen. Zo, kan je hem bedienen? Ik ga naar buiten. Was een creepy spookhuis. Hé, rap! Oh, niemand nog geïnteresseerd in die attractie, iedereen naar buiten. Ja, echt hè? Ja. Jammer dit, jammer mensen. Loop maar niet achterna! Weg met die honing! Hier, dit is een streep, daar kom je niet overheen. Oké, nee, nog een streep. Lukt niet. Ik ga gewoon mezelf opsluiten in een graf. Let op. Hier is namelijk een graf en daar ga ik me in zitten. Oh, hij is niet. Zo. Ja, doei! Haha! Nou, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Voor een leuke video. Geef vooral weer een groen duimpje. En volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering. Dit niet af, doei! Oké, dat was heel snel. Doei! Ja. Ik heb er helemaal niets voor verstaan ook. Maakt het niet uit. Ik ga de video afsluiten. Doei! Doei! Doei!